Ja, eindelijk weer met de normale intro ervoor. We hadden zussendag vandaag. We hebben nog even zussendag, eigenlijk, op dit moment. Maar we zouden eerst naar Brussel gaan, maar ja, het was al erg ver weg. Ik kwam gisteravond echt tot de conclusie dat ik eigenlijk helemaal geen puffer had. En mijn zusje had ook nog een noodplan gemaakt, maar ook dat was behoorlijk ver weg. Dat zou de Abdij van Postel zijn, hè? Dat hoorde ik vandaag dan. Maar dat is alsnog heel ver weg ook. Nou, het is helemaal niet ver als je het vergelijkt met Hongarije. Maar wel als je heel erg moe bent. En het weer is ook niet echt heel erg naar. Dus uiteindelijk kwam mijn zusje met het idee om een Monopoly op de Wii marathon te houden. Maar ja, om dat dan echt de hele dag te gaan doen, dat werd hem ook niet. Dus ik denk zo af en toe even tussendoor wat terugkijken op de tv en dan weer verder spelen. Waren het niet dat ik dus vanmorgen een keer een ouderwetse maagzuuraanval kreeg? Nee, geen brandend maagzuur. Maar was dat het maar, want dan neem je een Rennie en dan is het over. Nee, maagzuuraanval. Ik heb natuurlijk iedere keer die losse krampen. Maar bij een maagzuuraanval blijft het een hele tijd lang echt zo verschrikkelijk veel pijn doen in mijn maag. Dus maar dan trekt het ook overal maar door naar je schouders en. Ja, je rug en waar je ook maar kan bedenken, trekt overal door naartoe. Nou goed, uiteindelijk huisartsenpost was ik aan het bellen omdat het maar niet over wou. Na 40 minuten of zo, 3 kwartier, zoiets was ik al bezig. Maar uiteindelijk, precies toen ik de huisartsenpost aan het bellen was, en toen begon het een beetje te zakken. Dus toen ik ga maar weer ophangen voordat ze opnamen. En nou, daarna nog een beetje wel aan het rommelen geweest op een gegeven moment. Maar ja, toen is het uiteindelijk gelukkig toch gezakt. Zodoende hebben we toch nog aardig wat kunnen spelen. En het spel waar we vorige keer mee begonnen waren, heb ik uiteindelijk dik gewonnen. Terwijl ik in eerste instantie hartstikke achter stond. En tussendoor inderdaad dus lekker wat tv gekeken. En nu hebben we een bord ontgrendeld, want ik wist niet dat dat kon. Dat heeft mijn zusje even uitgelegd. Als je in de shop kijkt, dan kun je dus dingen kopen van je accountgeld. En onder andere dus ook een ander bord. En we gaan nu met snoepjes spelen. Dus ik was het slagschip, geloof ik, hè? Het schip, zeg maar. Jij Ja, bent de politie, ik hè? ben de politie, ja. En dan gaan we eens even kijken wat dit allemaal inhoudt. Het schijnt niet 3D te zijn, maar wel allemaal andere namen als dat je gewoon bent. Dus dan kan je bijvoorbeeld, denk ik, de zuursokken kopen of zo. Nee, ik weet niet of het echt andere namen zijn, maar. Nou, dan gaan we eens even kijken wat er gaat gebeuren. Politiepet. Ga je dat lukken om te dobbelen als je de camera vast hebt? Ja hoor. Ja. Ik had maar 6, dus je hebt een goede kans. Nou, maar ik win alsnog. Ik mag alsnog beginnen. Ziet er wel leuk uit. Ja, ik ga naar pepermunt. Het zijn echt andere namen. Oh, wat grappig. Nou, we hebben wel op aangepast dan. Ze begint met 2000 en vanuit parkeren is het allerlei geld krijgen. Oh, wat geinig. Superleuk. Ja, je hebt nog even. Kijk, hoe jij er zit hier op toverbal daarnaast. Kans, dat blijft toch wel hetzelfde. En verder naar start. Nou. Dat begint lekker. Ja. Kijk, wat komen we allemaal tegen? Is het al lezen? Nee, niet echt. Ik weet het niet. Fruitcake. Nou, oh, heel grappig dit. Ja. Nou, jij nog een. Zie ik. Jij nog eentje, dan zal ik hem weer even stoppen. Ja. Wordt dit voor u ook en voor jou ook een beetje te lang, denk ik. Maar een stukje is wel leuk om te zien natuurlijk. Te ja. Als ze pakken we jouw tweede beurt, dan ben je dan. Ja, dat is goed. Jij gaat naar Alphen, mijn fonds. Voor je, ook wel voor jou, bedoel ik voor je, voor jou ook wel genoeg is, denk ik. Bosbessencakeje. Oké.
Die zag ik ernaast liggen. Ja. Ik won nu 10 euro in de zwangerschapswedstrijd. Bosbessen kijken, ja, grappig. Oh, ik moet betalen aan de pepermunt. Nee, je gaat naar kans. Oh, Die stond op start, hè, en zeker naar kans. Frisdrank, wat staat er daarnaast? Frisdrankvaten? Ja, zoiets. Ga verder naar het dispensaire nutsbedrijf. Oh, daar ben ik wel benieuwd. Nou, die doen we wel van mee. Oh nee, de suikerraffinade eruit. Oké. Oh, wat grappig. Ik wist echt niet dat je op deze manier aan die borden en zo kon komen. Dat wist ik echt niet. Heb je dan misschien in het begin achteraf dat wel geweten dat ik ook een aantal figuurtjes... Ja, je hebt ze ooit gekocht. Ik dacht namelijk dat het alles al gewoon beschikbaar was. Nee, en zo verder enzovoort. Ja, precies. En ik zou zeggen, laters...